Heren, welkom bij de eerste vergadering van Flikke Frank. Rob, Billy, Bram, Pepijn, Jess en ikzelf. Ik ben Billy. Ik ben Rob. Mijn naam is Jess Post. Ik ben Maarten Pils. Ik ben Bram Rovers, ik ben 15 jaar oud en ik speel in aflevering 3 van Flikke Frank. Ik zie al het rode randen aan die belten vallen. Ja, dat is roest door. Neem je tijd. Actie. Take 27. Take 60. Take 6. Actie. Nee. Ik kom van college. Harding, Wilson, Howard Taft, Roosevelt, McKinley High School, Cleveland, Harrison, Cleveland, Arthur, The Simpsons. Dames en heren, welkom bij de making of. Dag 2 van de crime scene. Goedemorgen. Hallo. We zijn hier voor de eerste, nee, de tweede filmdag van Flikke Frank. Irene die hoopt dat het niet veel erger wordt dan het al is. Ik ben hier om de boel te regisseren en Jess is jihadist. We hebben zelfs twee paarden hier zo. Stel, je bent een paard. Je wil iets likken. Nou, dat zit meteen niet mee. Dus we hebben nu een geval van paard die palen likken. Dat is even een leuk feitje voordat we nu eigenlijk gaan filmen. Actie! We zijn hier, zoals je ziet, een goed stuk uit Casablanca aan het zoeken om dadelijk even op film te zetten. Jess is hier cameraman, die is erbij omdat hij tussenuren heeft en gezelligheid. Goedemiddag. En ja, we wachten nog even. Dames en heren, hoe zorg je voor goede belichting? Jess en Wieland aan het werk. Met een iPhone. Nou, je iPhone valt mee met skeerheid. Ja, iPhone niet. Maar de Nokia van Jess is toch skeerder. Terug naar de scène. Dames en heren, welkom bij opname dag 5 van Flikke Frank. Hier zien jullie de voorbereiding voor de SM-kelder dadelijk. Yes, sir. Ik moet echt wel even De regisseur. Meneer de regisseur, hoe gaat het? Het gaat vrij prima, geloof ik nu. Ja? Klopt wel, precies op schema. Teletubbies. Teletubbies. Say hello. La 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 ho Teletubbies. Teletubbies. Say hello. Ja, hier zitten wij onder schot uit van een bar in het Pumpkin. De meest ongemakkelijke scène uit de hele film aan het maken. Ja. In een lege bar. Erg badass. We zijn eenzaam. Goedemorgen. Dus Rob, doe je zangskills. Oké, laten we gaan beginnen. Okay. Nou, niet omdat ik homo ben of zo hoor. Nou ja, je kijkt er gewoon in CIS of zo en je zit een beetje tv te kijken, films te doen en dan kom je hier gewoon op. Ja. Wat vond hij van David als acteur? Oh, was echt top. Echt, hij is een rol precies goed. Hij was altijd enthousiast en echt tevreden over King Surwerk natuurlijk. Ja, was leuk, was leuk. Hoe was hij uiteindelijk bij Flikke Frank gekomen? Rietje! Sorry. Geen cola zonder Rietje. Ik ken Maarten Pils, de regisseur van de musical A Christmas Carol.
En toen vroeg hij mij of ik bij Flikker Frank kon komen als acteur. Dat heb ik gedaan en ik film heel erg. Goedemorgen, deze laatste ochtend op de laatste filmdag van Flikker Frank. Wij zijn hier met z'n... We zijn nu met z'n allen just in leven waar Billy komt om onze scène in te spreken. En Pepijn. Het wordt een topdag. En mooi, Pepijn is er ook nog, cameraman. Niet te vergeten. Dicht mee. En ja, het wordt top. Zeker. Zeker. We zijn lepels aan het gooien op twee stoelen met een kleed erover. Wat doe ik met mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Esta muy loca. What the fuck? Dit waren alle opnames van Flikker Frank. Ja, hey. Yeah. Ja, dank je. Ja, het zit erop voor mij en voor de meesten. Het was kei gezellig. De Flikker Frank opnames, de productie, het is bijna klaar, hoor ik, van mensen. En nou, ik heb het kei gezellig gehad, ik heb mijn best gedaan, ik heb er echt werk van gemaakt. Moe. Heeft iedereen wel gedaan. Hoe vond je je rol? Ik vond mijn rol echt, ik vond het echt geweldig om te doen. Ik vond het echt de leukste rol die er was. Wat ik ook uiteindelijk heel erg vet vond, was dat er zoveel mensen hadden meegewerkt. Zoveel mensen, leerlingen, aparte leerlingen, die dus hun talent hadden gebruikt om dit project iets moois van te maken. Om er iets moois van te maken. Want ik was dan aan het opdoen als regisseur, scriptschrijver, storyboard. Pepijn die deed de camera, deed die in het editen. Rob en Bram, die in tegenstelling tot mijzelf ook kunnen acteren, die deed het echt goed. En Zijbrand die schreef muziek, Aniel maakte nog een poster zelfs. Dus in die zin, het is echt als een team hebben wij iets allemaal samengewerkt en bijdragers geleverd om hier iets moois van te maken. Morgen is er weer een nieuwe dag, een nieuwe misdaad en een nieuwe straf. En meer behoeven Frank kan te arresteren. Flikker op.